Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal onder auspiciën van het onderdirectoraat Jeugdcentra 900 jongeren in de gelegenheid stellen om een vakantiejob te doen. Minister Stephen McAndrew zei woensdag dat deze jongeren binnen de 10 dagen van hun vakantiejob ook een cursus arbeidsethiek krijgen. Het project hield ook in sociaal-agogische vorming. Dat houdt in dat we toch wel inniger willen gaan samenwerken met buurtorganisaties voor de naschoolse opvang van jongeren, zodat ze toch wel op productieve, constructieve wijze na school kunnen worden beziggehouden. De bewindsman liet ook weten dat in de regeringsraad de National Social Protection Strategy of Suriname 2024-2030 is goedgekeurd. Deze strategie is ontwikkeld in het kader van een project dat vorig jaar gestart is met ILO, waarbij een diepgaand onderanalyse heeft plaatsgevonden van Surinames sociale protectiesysteem. En daarbij kwamen toch wel een aantal zaken naar voren die noodzaakten dat er een nationale social protectiestrategie werd ontwikkeld. Een aantal van de zaken die geïdentificeerd waren in de Social Protection Expenditure Review waren dat 1. Wetgeving voor bepaalde programma's ontbreekt. 2. De dekking van sommige programma's niet in lijn is met de wetgeving. 3. Dat de voorzieningen soms de behoeften van de doelgroep niet kunnen dekken. 4. Dat er soms sprake is van een gebrekkige coördinatie. En 5. Dat programma's die gericht zijn op bepaalde specifieke behoeften, zoals kinderen, niet helemaal toereikend zijn. Minister McAndrew zegt dat de National Social Protection Strategy het ministerie zal proberen om de minpunten recht te trekken. Deze strategie moet uiteindelijk resulteren in sociale protectiewetgeving in ons land.